Behalve voor profvoetballers was het vanaf half oktober verboden voor topsporters om in teamverband met meer dan 4 personen te trainen. Inmiddels mag het weer, omdat het kabinet wil dat Nederland aansluiting houdt bij de internationale top. De Alphense waterpoloers van AZC doken maandagavond na meer dan 2,5 maand weer gezamenlijk het zwembad in. Daaraan voorafgaand ondergingen ze eerst een verplichte sneltest. Nou, ze zochten binnen AZC iemand met een medische achtergrond. En toevallig ben ik dat als een van de weinigen. Prima, je mag gaan. Ik was tandarts. 2 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. En nu ben ik blij dat ik hier een klein steentje kan bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging. Het goede nieuws is dat de volledige selectie negatief wordt getest op het coronavirus. En omdat er op 23 januari alweer bekerwedstrijden op het programma staan, hebben de spelers van AZC weer iets om naartoe te werken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke lekker, want ja, je hebt net ook je kerstvakantie gehad. Dus je zit stil, je zit thuis. Je kan niet heel veel doen. En om nu te beginnen is al echt een stop. Nou, dit is fantastisch, zoals je ziet, die jongens weer gedisciplineerd het water in. Loop niet te zeuren als ze weer 4 kilometer moeten zwemmen, zolang we maar het water in mogen. Kerst en corona kilo's, hoe zit het daarmee? Ja, natuurlijk heel veel gegeten, auto nu ook nog eens erbij, dus ja, er is wel wat kilootjes bijgekomen natuurlijk, maar dat is normaal en dat is helemaal niet erg, want dat zwemmen we er zo weer af. Voorwaarde is wel dat de waterpoloers in een zogenaamde bubbel moeten trainen om coronabesmettingen te voorkomen. En ze worden wekelijks getest. Ja, zo'n bubbel vind ik ook een heel klein beetje ridicuul, doodeenvoudig reden dat je buiten dit ook weer naar huis toe gaat en ook weer met andere mensen in aanraking komt. Maar wat we kunnen, dat doen we. Maar of je zegt tegen mij het is 100% veilig, dat weet ik niet. Ik ben geen arts. Oké, 2-tallen, 3-tallen maken, pasen. Valt dit nou een beetje te vergelijken met koeien die in de lente voor het eerst uit de stal mogen komen en de wei weer ingaan? Ik denk het wel een beetje, vooral omdat we ook juist die wedstrijden weer in het spel komen. Dus daarom zie je wel dat iedereen wel klaar is om weer te gaan trainen. Maar ik zag geen huppeltjes of... Nee, het water blijft koud, dus dat is wel altijd wel een dingetje.